Ik weet niet of hij opneemt. Ah, oké. Okay. Gaan we van start, heren? Ja. Hartelijk welkom bij deze live podcast vanaf de RMV in Hardenberg. We gaan een uur lang. Oh. Wel? Oh, nou dan begin ik gewoon nog een keer opnieuw. Een beetje. Hartelijk welkom vanaf deze live podcast vanaf de RMV in Hardenberg. We gaan een uur lang in gesprek over de toekomst van de melkveehouderij onder het thema Nederland zuivelland in 2035. Deze podcast wordt georganiseerd door Boeren Business en ik, Wouter Baan, mag vandaag de presentatie verzorgen. En bij mij aan tafel mooi en gemêleerd gezelschap van sector-experts vanuit de melkveehouderij en de zuivel. Rick Loeters, Trigona Dairy Trade en ook fractievoorzitter van de BBB in Gelderland. Arjan Schimmel, melkveehouder in het Utrechtse Linschoten, maar ook voorzitter van Zuivel NL. En Marijn Dekker, sectormanager bij de Rabobank. En naast mij Erik de Leijster, hoofdredacteur van Boeren Business. Heren, hartelijk welkom. We zitten hier in een agrarische omgeving, denk ik wel. Van welk trekkermerk gaat jullie hart sneller kloppen? Ford. Ja. Ford. Thuis hebben we alleen maar Ford. En jij, Arjan? Ja, Nieuw-Holland, maar dat is Ford. Oh ja, Nieuw-Holland, sorry. Ik ben van huis uit een Duitsman. Een Duitsman, oké. Okay. Ja. En Erik, heb jij nog voorkeuren? Ja, ik moet oppassen wat ik zeg. Van huis uit ben ik een groene man van de John Deere. Dat heeft heel mijn familie. Maar heel mijn schoonfamilie die rijdt blauw. Met die Nieuw-Hollands dus. Ik hou het even politiek gematigd, Wouter. Je houdt het politiek gematigd. Nou, laat ik dat dan ook maar doen. Maar wat is jouw voorkeur dan? Dat wil ik dan ook wel even weten. Ja, als journalist moet je altijd daar een beetje, klein beetje voorzichtig mee zijn. Ja, maar John Deere vind ik wel erg mooi. Alright. Even als opfrisser, heer. Jij bent zelf ook melkveehouder, Arjan. Ja. Zijn dit soort beurzen RMV vaste prik voor jou elk jaar? Nou, Hardenberg niet. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Wij gaan altijd naar Gorinchem. Dat is wat dichterbij. Een half uur vandaan. Maar wel mooi om te bezoeken. Je ziet een hoop mensen, spreekt een hoop mensen. En je ziet ook weer eens wat nieuwe technieken. Ja, precies. Ja. En jij, Marijn, Rabobank heeft een eigen stand. Dat hebben ze eigenlijk toch niet meer nodig, zou je zeggen. Maar toch wordt het gedaan. Wat is zeg maar het nut van zo'n stand nog? Nou, het is nog steeds het nut om de contact met klanten te onderhouden, zeg maar. En dus ook te horen wat er leeft onder bedrijven, onder de klanten, waar ze mee bezig zijn. Dus dat is voor ons nog steeds heel erg nuttig. Relatiemanagement. Zeker. Zeg maar. Ja. En jij, Rick, jij komt natuurlijk op hele grote beurzen vanuit de zuivelhandel. Anuka bijvoorbeeld, waar honderdduizenden mensen komen. Dan is dit misschien een slap aftreksel, maar misschien ook wel niet. Wat is je eerste indruk? Nou, dit is een totaal andere beurs. Dus toen ik nog op de landbouwschool zat, kwam ik hier altijd eigenlijk. Alleen ja, op die grote beurs in Keulen, daar komen onze klanten en leveranciers. En ik zie hier klanten van mij staan, zeg maar, waar wij weer zuivelproducten aan leveren. Dus ik ga zeker daar ook nog weer een rondje maken om te kijken of er nog wat... Wat business te doen valt. Precies. Mooi. Ik vroeg wel even af, Arjan, jij bent hier voor het eerst in beurs van Hardenberg. Ja. Wat vind je, misschien net rondgelopen, wat vind je van de sfeer? Hoe is het ondernemersklimaat? De sfeer is heel goed. Ik kom heel veel oudbekenden tegen. En dan is gelijk even een praatje maken en... Hoe gaat het met jou? En ik heb nog weinig negatieve verhalen gehoord. Dus dat is wel ook weer een keer fijn. Ja. Nog even buurten bij de DOC-stand, denk ik. Ja, daar ben ik ook even geweest. Ja, dat precies. Klopt. Ja. Dat kan niet missen. Het thema van deze podcast is Nederland zuivelland in 2035. We gaan de podcast gemakshalve even opknippen in twee delen. Deel 1, markt, zuivelmarkt, zeg maar, trends en marktverwachtingen. En in deel 2, de melkveehouderij van de toekomst in kwaliteit en kwantiteit. En tot slot, ja, we hebben Rick aan tafel. Dan moeten we natuurlijk ook nog even de verkiezingen onder de loep gaan nemen. Die in november alweer op stapel staan. Als we gaan naar deel 1, zeg maar, de zuivelmarkt. We zitten in een roerige periode, kan ik denk ik wel stellen. 2022 een extreem goed jaar. Kaasprijzen braken records, de poederprijzen braken records. Melkprijs naar €60, ongekend. Maar ja, medio 2023 zijn we teruggezakt tot €40. En staan we weer met beide benen op de grond. Rick, jij bent zuivelhandelaar. Ja. Hoe uitdagend is het om in zo'n volatiele markt te opereren? Nou, voor mijn bedrijf is het behoorlijk uitdagend. Want wij handelen dus ook op de termijn. Termijnhandel fysiek. Dus als wij denken dat de markt omhoog gaat, dan kopen we in. En dan wachten we met verkopen. En als we denken dat de markt naar beneden gaat, dan verkopen we zoveel mogelijk en zo ver weg vooruit. Ja. En als je het dan fout hebt, dan loop je een scheur op aan je broek. Dus dat maken we helaas ieder jaar wel mee. Maar gemiddeld genomen doen we het ieder jaar wel redelijk goed.
Je weet misschien dat wij iedere week ook een marktbericht schrijven. Die is gewoon te downloaden van onze website. En ik heb vanmorgen eventjes gerekend dat op dit moment op basis van de huidige commodity bulkprijzen van boter, kaas en melkpoeder komen wij alweer op een melkprijs van tussen de 45 en 48 cent uit. Dus dat is een optimistische boodschap? De markt is op dit moment erg hard aan het stijgen. Hoe lang het duurt durf ik niet direct te voorspellen, maar ik denk dat dit jaar tot in begin Q1 dat het wel vast blijft. En jij, Arjan, jij hebt natuurlijk ook als boer de afwaardering beleefd. Ja. Dan word je vast blij als Rick zo'n boodschap heeft, kan ik me voorstellen. Nou ja, sowieso goed om te horen, maar ik denk ook dat brood nodig is. Want je ziet en hoort onderweg bij de melkveehouders dat het schraap is hier en daar. Ja. En het is niet alleen hier en daar. En het heeft alles mee te maken, vorig jaar was het heel goed. Ja. Alleen de kosten die schieten ook omhoog. Ze zijn zo 6, 7 cent duurder geworden door rente, door mestafzet, door voer. Rente tikt ook door, dat soort dingen. En de belastingclaim van vorig jaar, veel verdienen is mooi. En dat hebben best wat bedrijven gedaan. Ja. Dan is het op dat moment allemaal prima. Alleen die claim komt ook een keer. En die komt altijd op het moment dat er dan de markt wat minder is. En als je daar niet genoeg rekening mee houdt, dan loop je scheef. Zie jij dat ook, Marijn, dat bedrijven het lastig hebben op dit moment met de huidige melkprijs? Je ziet inderdaad de liquiditeit teruglopen. Wij monitoren dat regelmatig om te kijken wat er op ons afkomt, zeg maar. En dan zien we wel dat de liquiditeit aan het teruglopen is. Als gevolg van echt hogere kosten. We waren vorig jaar of die jaar ervoor erg blij met veertigers, laten we het zo zeggen. Maar nu is dat gewoon, met het huidige niveau is gewoon te weinig. Als je ook kijkt naar de hogere mestafzetkosten bijvoorbeeld van dit jaar. En de rente en de hogere kosten in het algemeen. Moet er zeker voor een break-even worden, moet het hoger zijn, zeg maar. Nou hebben we gemiddeld dit jaar toch nog een redelijke prijs gehad. Hè. Dat zijn begin van het jaar was natuurlijk goed. Ja, we komen van een heel hoog niveau af, dus gemiddeld klopt het nog wel. Maar ja, je komt nu ook najaarskosten, pacht, loonwerk en dergelijke. Dus het tikt hard door. Ja, het bijzondere is wel, van als je dit anderhalf, twee jaar geleden 40 cent noemde, dan teken de gemiddelde veehouder ervoor. Ja. Alleen op dit moment is het onderhand de onderkant om boer te kunnen blijven. Dus daar zit echt wel een verschil in wat er is gebeurd in de wereld en met de prijsontwikkeling. Ja. Maar de onderkant, vroeg me dan af, als 40 eigenlijk de onderkant is. Is dat wat ook iets, vraag ik dan aan Rick, wat in de zuivelhandel ook gerealiseerd kan blijven? Hoe de zuivelmarkt er niet in elkaar zit? Ja, dat denk ik zeker. Die onderkant 40 cent, ik verwacht niet dat we daar sowieso niet structureel onder zullen blijven. Je ziet gewoon in verschillende fases van 5 tot 10 jaar dat die continu een stap omhoog gezet is. En jullie, Marijn, met wat voor langjarige melkprijs rekenen jullie bij financieringsaanvragen? Ja, je zou eigenlijk zeggen dat het steeds lastiger wordt om dat vast te stellen. Wij denken nog steeds dat de beste voorspelling is het 5 jaar als bedrijfseigen gemiddelde van de bedrijven aan zich. Dus dat houden we nou ook vast. Dus dat betekent, als je dat nu doorrekent van de laatste 5 jaar, dat rond de 43 cent is, wat in langjarige begrotingen komt. Maar als je 43 cent hebt met de huidige rente en de huidige mestkosten en het huidige kostenniveau, dan moet je zeggen dat dat toch heel krap is. Ja. En op welk punt brengt dan de schoen, met name de rente, die is opgelopen? Ja, en het algemene kosten. Kijk, laat een onderhoudsmonteur komen, zeg maar. Of laat je trekker, we hebben het hier over trekkers vanmiddag, laat hem naar de reparateur gaan. Zeg maar. Het hele kostenniveau, de inflatie eigenlijk die door de hele economie is gegaan, die wordt eigenlijk op dit moment nog te weinig in de melkprijs geabsorbeerd. En Rick had net een positieve boodschap. Kun jij dat ook al beamen, zeg maar, in jullie marktverwachtingen, dat er een stijging van de melkprijs aan zit te komen? Of toevallig hadden we het er vanmorgen nog over. We komen 5 december weer met een nieuwe kwartaalupdate. En daar zullen we ook in aangeven dat wij verwachten dat Q1 een ander beeld laat zien. Je ziet dat de vertraging wel heel erg in de markt zit. Hè, maar de daling was ook heel erg vertraagd. Want eigenlijk zou veel eerder in dit jaar, als je naar die noteringen kijkt, eigenlijk al een lagere melkprijs nodig zijn. Dus die noteringen die herken ik ook. Maar je ziet dat de boerderijmelkprijzen wat vertragen. Dus dat zal Q1 ergens worden, denk ik. Kan die vertraging in de melkprijs ook te maken hebben dat verschillende verwerkers concurreren om de melk? Dat was wel iets wat we vorig jaar ook heel erg zagen. Dit jaar denk ik nog steeds. Kijk, het komt vanmiddag ook nog wel aan bod. Hè? Een mogelijke krimp van de melkveestapel in Nederland. Nou, dat betekent dat veel verwerkers ook gaan kijken van hoeveel melk kan ik op welke manier aan mijn bedrijf binden. Ja.
Nou, laten we even op de korte termijn kijken, want we zijn hier op de beurs rondgelopen. Dan hebben we al een paar keer de vraag gekregen of de vraag hoort. Wat doet de melkprijs van Friesland Campina, de garantieprijs maandag? Dat schijnt toch wel richtinggevend te zijn waar we naartoe gaan. En dan vraag ik dit eens aan jou, Wouter. Jij bent tenslotte ook zuivelspecialist. Ja. Wat is jouw idee? Dat is een goede vraag. Ik denk dat er absoluut een positieve trend in de markt zichtbaar is. Tegelijkertijd denk ik dat zuivelfabrieken denken van ja, het laatste kwartaal gaan we gebruiken om onze eigen marge te herstellen. En dan moeten we vooral niet de melkprijs verhogen. Dus ik vermoed dat het nog een paar maanden gaat duren. Dat is mijn inschatting. Ja, dat is natuurlijk heel interessant om te vragen wat Arjan daarover vindt. Ja, ik hoop dat ze zo snel mogelijk de markt gaan vertalen naar melkprijs. Ik denk als er enigszins mogelijk is bij de fabrieken gaan ze dat ook wel doen. Ja. Alleen ik weet niet hoe iedereen er precies voor staat. En hoeveel rekening ze daarmee gaan houden. Ja. Dat zijn altijd lastige vragen natuurlijk om zomaar te beantwoorden. Maar vaak is wel, als de eerste gaat, dan gaat de rest ook. Maar die nieuwe dynamiek in de markt, dat de verschillende partijen naar melk kijken, ook voor de lange termijn. Ja, dat gaat wel invloed hebben dat mensen eerder gaan schakelen, ben ik van overtuigd. Ja. Wat je ook ziet is steeds meer melkstromen, zeg maar, die in opkomst zijn. Gisteren was DOC Kaas, waar jij voormalig voorzitter van bent, met een melkstroom met Jumbo. Ja. Hoe heb je daarna gekeken? Ik denk dat het een logisch gevolg is van wat er in de markt ontstaat. Je had al verschillende melkstromen van andere grote retailers. Ja. Nou, Jumbo, daar zat iedereen naar te kijken, wat gaat die doen? Ja. In het Lambo-akkoord is er veel over gepraat om naar één keurmerk te gaan. Ik denk zelf dat dat ook een gevaarlijk is, want als er één keurmerk komt en je moet eraan voldoen, wat is dan de meerwaarde? Dus een gezonde concurrentie tussen de partijen is niet verkeerd. Nee. Alleen er komen wel steeds meer keurmerken in plaats van minder. En het wordt wel wat onoverzichtelijk voor de melkveehouders. Alleen voor de binnenlandse markt is het wel een mogelijkheid om gewoon meer melk uit de markt te halen. Alleen dan moet dat net bij je bedrijf passen. Alleen dan heb je nog 80-85% van de melk die op een andere manier verwaard moet worden met meer duurzaamheid. Wat zien jullie dat terug, Marijn, dat zeg maar conceptboeren, om het zo maar te zeggen, beter voor, planetproof, een beter rendement halen aan het eind van de maand? Het ligt een beetje aan wat ze ervoor moeten doen om in dat concept te komen of te blijven. Maar je ziet wel dat de grootste gedeelte, die hadden al een bedrijfsvoering die daarbij paste. En daarmee ook mooi een stuk extra rendement halen. En ik denk ook dat het hard nodig is om wat extra rendement, dus wat we het net al over hadden, kan een concept een antwoord zijn op het extra rendement wat nodig is om de extra kosten en de verduurzamingsslagen te halen. En de grote uitdaging wordt in de komende jaren om dat ook internationaal te realiseren. Want zoals Arjan al zei, het is voor de Nederlandse markt een hele mooie pre. En we zien ook dat er al mooie stappen in gezet zijn. Beter voor, onweten planproof, wat DOC nu al doet. En de uitdaging is om dat ook internationaal door te zetten. Om die verduurzaming die wij hier met z'n allen doormaken, extensiveren, minder emissies, lagere CO2-uitstoot, om die ook verwaard te krijgen. Terug te verdienen op de wereldmarkt eigenlijk. Wereldmarkt, dat zal wel moeilijker zijn. Maar laten we eens beginnen met de markten met een paar honderd kilometer rondom Nederland. Maar dat is nog wel een hele uitdaging om de buurlanden ook zo ver te krijgen. Ja. En dan kijk je naar Duitsland, België zal het misschien iets makkelijk zijn. Maar zeker ook in Duitsland is een hele klus om daar zeg maar ons niveau met die toeslagen daar te verwaarden. Dat is nog wel een uitdaging. Marijn, jij gaf net aan een concept dat bij een bedrijf past. Maar kan een bedrijf zich ook aan een concept aanpassen? Zeker, dat kan zeker. En het is afhankelijk van de drempel waar die ligt, zeg maar, hoe makkelijk dat is. Het makkelijkste is biologisch, hè, om dat even aan te geven. Je kunt je bedrijf er wel aan aanpassen, maar je ziet wel dat je er al wat dichterbij moet zitten op veel fronten, om dat goed te kunnen doen met een voldoende goed rendement, zeg maar. Maar dat kan zeker en dat zie je ook dat gebeurt. Dat ondernemersteam, die zeggen van nou, als ik dit daar en daar een beetje schakel, dan zit ik mooi in het concept. Ja. Zag ik jou net bij biologisch een beetje neeschudden, Rick? Of? Ja, je ziet in Frankrijk dat biologisch al einde oefening is. En als je kijkt naar duurzaamheid, van wat is het meest efficiënt, dan moet je niet biologisch zijn. En als de hele wereld overgaat op biologisch, dan moeten we gaan kijken welk deel van de wereldbevolking nog mag blijven eten en welke niet. Helemaal eens. Ja, het voorbeeld was van dat degene die naar biologisch gaan, die zit er vaak al tegenaan. Dat ben ik helemaal eens met je analyse, dat er wel een marktvraag moet zijn voor hetgeen waar je naartoe wilt omschakelen. Want zonder marktvraag krijg je ook erosie op het rendement. Ja. Hoe zie jij dat, Arjan, eigenlijk vanuit Zuiver NL? Heb je daar mening over? Over biologisch? Ja.
Nou ja, biologisch is 3-4% van de markt. Het stond afgelopen jaar stond het wat onder druk. Je ziet het nu weer ietsjes aantrekken, maar het blijft die omvang. En als het een keer 5 of 10% zou groeien, dan is het nog maar 0,4% van het geheel. Dus het wordt niet heel gauw heel groot. En dan de voorstellen vanuit Brussel met de Green Deal van 20-25% verplicht biologisch. Ja, dat is eigenlijk waanzin, want dat is helemaal niet te doen. Dat blijkt ook uit andere landen en toch stellen ze het voor. En dan denk je wel eens bij je eigen van, wat doen ze daar? Ja. Nee. Oh, ik dacht dat je microfoon een idee. Nee. Ja, het is wel een beetje. Volgens mij het pakt niet meer, inderdaad. Ja. In de handel merk jij dat ook dat er steeds meer stromen komen, dat het minder commodity-achtig wordt? Wij zitten met de weidemelk, maar ik zit niet in de vloeibare melkhandel. En wij zitten meer op de intracommunitaire landen, handel binnen Europa en export. Ja. Daar hebben we er nog niet zo heel veel mee te maken. Daar heb je al met halal en kosher en dat soort zaken te maken. En je moet BSC gecertificeerd zijn, dus je eigen kwaliteitssystemen van de leveranciers moet op orde zijn. In Duitsland zie je wel dat de vraag is naar vlog, ohne gentechniek, zeg maar, producten. En dat wordt al wel lastig. En als daar heel veel product van is, dan is die premie ook binnen mum van tijd weer weg. Die verwatert. Ja. Maakt het diverse aanbod het nou voor jou leuker of makkelijker in de zuivelhandel? Nou ja, wij, met mijn bedrijf, zijn maar een hele kleine speler in de markt. Focussen wij steeds minder op de bulk en de commodities en zitten we steeds meer op aan de onderkant van de markt of aan de bovenkant van de markt. En de bulk doen we ook nog steeds. Maar dat speculeren, daar gaan wij steeds meer van weg. Want bulk heeft vaak een beetje maatschappelijk gezien een smetje. Mensen vinden dat, jij ziet Britt hard nee te schudden. Kun je ook zeggen waarom dat zo is? Ja, die niches kun je niet voor die prijs verwaarden als je de bulk ook niet op een bepaalde manier wegzet. Want als alles niche wordt, dan is het geen niche meer. Nou, helemaal mee eens. Je zag het van de week, las ik een interview met de nieuwe CEO van Friesland Campina. Ja. En die zei, wij moeten net zo hard werken aan een stuk merk als aan een stuk bulk. Omdat die verwaarding van volume heel veel impact heeft. En het is natuurlijk wel het product wat de gemiddelde consument koopt. Ja. Dus ik denk dat we daar moet je wel rekening mee houden. Dan heb ik nog even een vraag aan Marijn, want we hadden het net al over de concepten. Maar is het zo dat een conceptboer eigenlijk altijd een beter rendement draait dan een bulkboer, om het zo te omschrijven? Of zit er ook nog heel veel verschil tussen? Ik denk niet dat je dat standaard kunt zeggen. Nee, daar zijn de bedrijfsvoeringen en bedrijfsopzetten te verschillend voor. Maar in zijn algemeenheid denk ik wel gemiddeld dat het wel klopt. Maar niet per definitie. Stimuleren jullie boeren ook om zeg maar zo'n concept op te zoeken? Wij stimuleren een ondernemer om een afzet te zoeken die past bij zijn bedrijfsopzet. En dat kan dus ook andersom zijn. Kijk, als jij je melkprijs moet passen bij je bedrijfsopzet. Dus als jij toegevoegde kosten hebt, dan moet je ook zorgen voor toegevoegde waarde. Ja. En als je heel scherp boert, dan kun je ook met een iets lagere melkprijs. Maar het moet wel bij elkaar passen. Dat is heel erg belangrijk. Eigenlijk de laatste vraag van dit blok wil ik wij dan de langjarige melkprijs. We hebben het er net al even over gehad. Ik denk dat 40 euro nu een soort van ondergrens is. Maar gaan we die 60 euro nog weer aantikken binnen nu en 5 jaar? Denken jullie dat het haalbaar is? Ja, de aantikken dat is vrij makkelijk, denk ik. Dat gaat om dat te voorspellen dat weer een keer in 5 jaar gaat gebeuren. Maar wanneer weet ik niet en hoe lang dan die prijs 60 cent is, weet ik niet. Maar je ziet wel dat in vlagen van 5 tot 10 jaar... dat daar altijd wel een stap voorbij komt. Maar dat heeft ook met de inflatie te maken. Ja. Tussen 2013 en 2023 is de gemiddelde inflatie meer dan 23% geweest. Ja. Dus dan zal het binnen nu en 5 à 10 jaar zeker weer gebeuren. Ja. Maar ja, vaak was de kritiek van dat de inflatie niet terug te zien was in de melkprijs. Maar dat vanaf... Ja, op de lange termijn uiteindelijk wel, anders is het niet te doen. Nee, precies. Oké. Okay. En jij, Arjan, juicht dat van harte toe, neem ik aan. Een jaar geleden had ik het niet durven zeggen dat 60 cent realiseerbaar was. Nee. Maar je ziet hoe snel dat ging en hoe makkelijk het ging. En dat ook de acceptatie er was. En dan komt het vast en zeker terug. Zeker gezien de kostprijsverhoging en de druk op het aantal veehouders. Want dat blijft, dat komt zo meteen denk ik nog aan de orde. Ja. Maar ik zou de financiering er niet op baseren. Dat advies zou ik niet doen. Dus helemaal zeker ben je niet, Rick? Nee, niks is zeker. Nee, uiteindelijk gaat het denk ik ook minder om of dat we de 60 cent nog een keer aantikken, maar waar we gemiddeld op uitkomen. Precies. Want dat zijn toch de uitgangspunten waar je bedrijf op draait en waar je financiering op verstrekt. En die zal wel wat stijgen, maar ja, de kostenstructuur die stijgt ook, zeg maar. En
Het zal een beetje afhangen hoeveel melk dat er nog in elders van de wereld komt en wat de welvaart in de wereld is om het ervoor te betalen. We zien al druk op de hoeveelheid bijvoorbeeld in Ierland. Hè, daar is de groei er ook uit. Ten opzichte, als je naar de afgelopen decennia kijkt, dat zie je in Nieuw-Zeeland. Dat zie je in Frankrijk, Duitsland, zeg maar. Dus er zit op zich geen hele grote verwachting dat er sloten melk komen uit. Dan moet het eigenlijk uit de Verenigde Staten komen, als het dan zou komen. En dat die ook met kostenstijgingen te maken hebben. En het is, ja, en dat maakt het wel wat moeilijk. Waar zit nou dat nieuwe evenwicht in de komende jaren? Ja, dat als 40 cent een beetje de bodem is voor de melkprijs die we hanteren. Wat is dan ongeveer de kritische kostprijs nu van de melkveebedrijf? Op dit moment denk ik dat gemiddeld een melkveebedrijf bijna 45 cent nodig heeft 45. Om het langjarig, om het allemaal gewoon netjes betaald te krijgen en nog af en toe iets van de lopende rekening te kunnen doen. Ja. Dus wat je nu ziet met de huidige, en we begroten nu met 43, dus dat betekent dat de markt een gedeelte van de bedrijven echt financiële kracht heeft op dit moment. Maar om het eerste blok af te sluiten, als ik jullie zo hoor, dan zijn jullie toch wel gematigd positief. Altijd positief blijven. Jazeker, ja, dat is... Goed advies, denk ik. Ja. Goed, dan blok 2 van deze podcast. Nederland zuiverland in 2035, dat is ons thema. Ik wil eigenlijk met jullie toe naar de toekomst van de melkveehouderij in kwantiteit en in kwaliteit. En dan wil ik eigenlijk met jou beginnen, Arjan. Want tijdens de nieuwjaarsreceptie van ZuivelNL had jij nogal een vlammend betoog. In die zin dat jij zei van een kalfslag in de melkveehouderij, dat kan toch niet waar zijn? Elke dag stopt in Nederland één melkveehouder. Ik heb zelf even doorgerekend. Als je dan die lijn doortrekt tot 2035, dan zijn er dan nog maar 10.000 boeren over. Gaat de soep zo heet gegeten worden, denk je? Ik denk die soep wel. Als je het over krimp hebt en je kijkt naar het aantal melkveehouders, dat gaat echt heel hard. 3% per jaar, als je dan nu 10 jaar verder kijkt en dan 2035 ja. Is nog iets verder. Ja. Dan denk ik echt wel dat je aan die aantallen moet gaan denken. Maar dat is echt, als je dat voor je haalt, dan is dat echt heel veel. Maar ik zie het om me heen, ik zie het in het land, het gebeurt overal. Ondanks de onzekerheid, ondanks dat er geen goede opkoopregeling nog is, boeren stoppen gewoon. En baat het je zorgen? Ja, heel erg. Het grootste probleem is, vroeger waren het de kleine boeren die stopten zonder opvolger. Ja. Maar nu zie je ook gewoon de grote middengroep met de 100, 120 koeien, twee robots. De boer is 50, geen opvolger of misschien onzekerheid. Ja. En die stoppen ook en dat gaat wel heel hard. En jij, Rick, want als er straks niks meer te verhandelen valt, of minder te verhandelen valt, dan ga jij dat misschien ook merken. Nee, ja, dat in de verkiezingscampagne kreeg ik dat als frame vaak van jij bent zuivelhandelaar, dus je zit voor je eigen belang. Maar als er geen boeren meer in Nederland zijn, dan heb ik waarschijnlijk meer handel, want de consumptie blijft gewoon. Ja. En ik denk dat de toekomst van 2035 eigenlijk al bepaald wordt op 22 november van dit jaar, welke richting het opgaat, zeg maar. Ja. En dan hoop ik dat het de goede richting opgaat, want... Alle maatregelen die nu genomen zijn, opkoopregelingen en alles, die zijn helemaal niet nodig. Want hoe triest het ook is, er stoppen 3% van de boeren. Ik denk dat we binnen nu en 10 jaar, of 15 jaar, dat wij subsidieregelingen, promotieregelingen hebben om jonge boeren op te leiden. Zodat we onze eigen voedselproductie hier in de regio houden. Dat is waar ik me zorgen over maak. Dus we kunnen beter die stikstof miljarden in de tas houden. Precies. Nou, Arjan, ja? Kijk, die krimp van het aantal melkveehouders, dat is gewoon een verloop zoals het gaat. Daar hebben we geen invloed op. Ja. Als het allemaal positiever is, ze verdienen meer, zal het wat langer duren. Maar op een gegeven moment gaat dat gebeuren. Maar dat hoeft nog niet te zeggen dat er ook 30% minder koeien of 30% minder melk hoeft te komen. En die frame, die wordt wel elke keer gemaakt. En ik hoorde vorig jaar een riedeltje, en die is me altijd bijgebleven, van... Over 10 jaar 30% minder boeren, 20% minder koeien en 10% minder melk. Dat zou realistisch zijn. En eigenlijk moet je er dan voor zorgen dat die laatste twee, dat nog wat minder wordt. Ja. En dan hoeft het allemaal niet eens qua volume zoveel minder. Maar dan heb je wel misschien ietsjes minder koeien, want de afroming bij overdracht die blijft. Ja. Opkoopregeling gaat wat door, dus dat er wat minder koeien komen, minder fosfaatrechten, dat zal wel zo zijn. Alleen qua hoeveelheid melk, we hebben een industrie die echt super goed ervoor staat, die het kan verwerken. Ja, ja, dan denk ik met mijn eigen, laten we dat nou niet kapot maken, omdat er 2 jaar lang een bepaalde stroming is van het moet halveren. Ja, dat gaat niet. Nee. Maar als we echt over 10 jaar verder kijken, Arjan, hoe zie jij dan dat de melkveehouderij eruit ziet? Wat voor gemiddeld melkveebedrijf hebben we dan? Nou ja, als je nu ziet, alle boeren die stoppen, die worden opgenomen door de blijvers. De afroming was 20%, die is naar 10% gegaan. Dus eigenlijk een tegenwerkend iets voor je gevoel.
Fosfatenrechten worden nog allemaal opgekocht door boeren die wel door willen. Dus de andere bedrijven die doorgaan, die worden vanzelf wat groter. Ja. En dan, als je dan, nou laten we ronde getallen nemen. Als je 10.000 boeren hebt over 10 of 12 jaar, die allemaal 140 koeien hebben. Dus een beetje meer als nu. Dan heb je dezelfde hoeveelheid melk als nu. Ja. En dat, ja, ik zie dat niet als onrealistisch. Echt niet. Ja. En ik hoop het ook. Alleen, daar moet de politiek ook wel wat gaan bijdragen. Ja, want het is eigenlijk een hele paradox, hè? Want vooral de kritische partijen op de landbouw, die roepen eigenlijk, er moeten eigenlijk meer boeren komen in plaats van minder boeren. Ja, maar dat klinkt maar heel mooi. Maar aan de andere kant, het gaat rap de andere kant op natuurlijk. Ik zie Marijn lachen. Nee, ja, zeker. Ja, kijk, meer boeren, of dat realistisch is, dat weet ik niet. Kijk, we gaan wel naar, ik denk dat we naar minder boeren, minder melk gaan en minder dieren. Puur omdat ons land, als willen wij tegemoetkomen aan alle eisen en de ruimte die er nodig is, maar ook de eisen op het gebied van duurzaamheid, dan lukt dat komen we erachter dat het steeds lastiger is om dat met onze huidige hoeveelheid te doen. We zien dat in het stikstofdossier, we gaan dat ook zien in het waterdossier, om daar te komen. En we zien nu ook, de derogatie is eraf, en er zijn echt hele grote problemen op de mestmarkt op dit moment. Ja. En dat zou de bestaande ondernemers, ook als we wat meer willen en kunnen extensiveren, wat ruimte geven, zeg maar, als we daar stappen in zetten. De volgende vraag is, hoe kom je daar? En dat is nog een zeker zo'n interessante vraag als waar je naartoe gaat, zeg maar. Maar ik hoor wel een beetje een tegenstelling, want je praat over extensivering en Arjan zegt van, ja, misschien moeten we juist wat doorgroeien. Hoe moeten we dat gaan managen? Nou, doorgroeien op individuele bedrijven, zeg maar. Ja. Ja, dat is ook een grote uitdaging waar we nu voor staan. Hè. En dat is ook waarom dat in het landbouwakkoord er ook heel veel gesproken is over het verdienmodel. En wat er voor nodig is om een extensiverend verdienmodel te realiseren. Met bijvoorbeeld ecosysteemdienst. We hadden het net over de markt. We zien gewoon niet alle verduurzaamheidsstappen komen uit de markt. Wat eruit komt, er wordt nu elke dag heel hard aan gewerkt. Ja. Door de zuivelondernemingen om daar wat meer uit te halen. Maar dat is onvoldoende om echt te kunnen extensiveren. Dus dan moeten andere maatregelen voor genomen worden. En uiteindelijk, door de stoppers, zul je wel zien dat de gemiddelde bedrijfsgrootte in zijn algemeenheid zal groeien. Maar het land wat nu de stoppers van de komende jaren in gebruik hebben, dat is niet weg, hè? Je mag er straks wel minder mest op doen, dus je hebt meer grond nodig en dat is dat stukje extensiveren om je mest kwijt te kunnen. Maar het blijft in boerenhanden. Maar je ziet nu nog steeds dat boeren die stoppen, die gaan toch nog vaak in de buurt worden die opgenomen, die grond. Ja. Ja. Alleen het probleem van derogatie is de komende 2 jaar gewoon een heel groot probleem als daar geen goede oplossing voor komt. Want dan krijg je wel die clash in de mestmarkt. En in Duitsland is de derogatie al langer weg en daar zie je dat juist dat voor meer uitspoeling zorgt. Dus we zouden juist eigenlijk meer eigen mest op de grond moeten kunnen verwerken en minder kunstmest. Ik las het ook in jouw artikel van vorig jaar dat je zegt van je moet toch eigenlijk die organische kunstmest vervangen. Ja. Toe. Ja. Daar moet je naartoe. En de oproep van meer boeren en dan meer extensief. Ja, ik denk dat dat niet gaat werken. Van de voedselbos, daar kunnen we de wereld niet van voeden. Als je ziet wat je van een hectare aardappels de wereld kunt voeden, dan moeten we echt die kant op. Ik denk ook dat we als politiek moeten zeggen dat het per direct verboden moet worden. Dat er nog zonneparken op landbouwgrond geplaatst worden. Dat er nog grootschalige windturbineparken geplaatst worden, zeker op zee. Dat is de enige natuur die we nog hebben. En die gaan we vol plempen met windturbines. Dat zijn de visgronden, zeg maar, de viswateren. En ik denk dat we echt vaart moeten maken met kernenergie. Want we hebben echt een grote ruimtevraag. En ik denk dat de roep van de natuurlobbyclubs, dat die eigenlijk te ver doorgeslagen is de laatste jaren. En dat we echt een pas op de plaats moeten maken. Er wordt ook gesproken over contourenbeleid rondom natuurgebieden. Dat moeten we echt allemaal niet willen. We hebben die voedselproductie heel hard nodig. Want dan zeggen we als, ja, we kunnen hier wel krimpen. Maar de Nederlandse landbouw is maar voor, of de Nederland is maar voor 54% zelfvoorzienend qua voedsel. Dus als er een muur om Nederland komt te staan, hebben we echt een groot probleem. Ik zag gisteren een heel mooi plaatje, die kwam bij het NZO vandaan. Dat ging over 750 kilometer rond Nederland. Nou, dan heb je een stuk Engeland, dan heb je zeg maar Berlijn en de onderkant Parijs ietsje eronder.
Nou, dat is dan een straal van 750 kilometer. Als je die in Amerika zet, dan heb je maar een heel klein stukje van Amerika. Het lokaal product. Lokaal ja. product, ja. Ik denk dat we daar wel wat meer naartoe moeten. We zijn natuurlijk heel erg vroeger trots op onze export geweest. En dat mogen we nog steeds zijn. Alleen als je het binnen een straal binnen Europa doet, ja, dan produceer je wel voor Europa waar je gewoon bij hoort. En, ja, ja. Wat ook belangrijk is, hier wordt gepraat, ja, we exporteren zoveel. Nee, er zijn een aantal producten waar we heel goed in zijn, die exporteren we. Ja, in Duitsland exporteert heel veel Volkswagens en Audi's. Moet je daar eens aankomen en zeggen dat ze 30% minder mogen produceren en voor de export. Ja. Dan is het land te klein en het is een heel groot land. Ja, maar even de vraag aan Arjan, want je hebt het net over extensiveren. Kan inderdaad ook met schaalvergroting samen. Als je gewoon die extra grond erbij hebt. Is dat iets wat jij ook in de praktijk ziet of kan zien? Nou, het gaat er wel aankomen. Je ziet nu dat als de hoeveelheid fosfaatrechten gelijk blijven en die worden gewoon opgenomen, dan worden de boeren groter. Maar de grond stijgt niet gelijk mee. Als je dat met afroming wat meer stuurt, zeg maar, dan krijg je iets minder fosfaatrecht. Dan krijg je in totaal, daar moet wel een grenzen zijn, iets minder koeien. Ja. Nou, daar los je denk ik gelijk wat Marijn ook zei. De problemen waar we staan zijn makkelijker te handelen dan. Ja. Maar de hoeveelheid melk, en daar gaat het uiteindelijk om voor ons. Die blijft op een acceptabel niveau. We hebben onder quotum, is het jaren 11, 12 miljard geweest. Daar hoorde je niemand over. En nu is het ietsjes meer. Kijk, dat daar iets een klein beetje vanaf zou gaan, dat is dan wat te handelen. Ja. Maar anders moeten we met z'n allen een heel stuk van de industrie ook gaan saneren. Ik heb Rick heeft nog een prangende aanvulling volgens mij. Nou ja, ik denk dat de landbouw, niet alleen de veehouderij, maar ook de tuinbouw, een onderdeel is van de oplossing. Als je ziet dat, ik kom dan uit de provincie Gelderland, en het is meer in provincies, net congesties, tot 2029, 2030 kunnen er geen nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken aangesloten worden. Dus ik zou de mensen adviseren, koop niet te snel een elektrische auto en ga vooral nog niet van het gas af. En dan wil ik de Rabobank vragen om alle boeren te voorzien van een monovergister. Of in ieder geval voor een goede financiering voor een monovergister. Want dat gas, dat groene gas, zullen we nog heel hard nodig hebben. Want van de elektriciteit net hoeven we het voorlopig niet te verwachten. Ik krijg gewoon de opdrachten naar je toegespeeld, Marijn. Nee, zeker monovergisting, daar zijn we elke dag met ondernemers mee aan de slag. Het is soms nog wel wat worstelen voor de business cases. Vooral bij de kleinere monovergisting. Clusteren. Die biogashubs, als je kijkt naar de investering per kuub gas, zeg maar, dan is dat toch een hele hoge. Zeg maar. En ook om die kikkers in de kruiwagen te houden. Wij zien dan liever grotere installaties waar de mest naartoe gaat, waar ook de boeren inwisselbaar zijn. Want ja, ook als je 10, 15 jaar vooruit kijkt, van die hubs stoppen er dadelijk weer een paar en dan valt de business case mogelijk toch nog weer in elkaar. Zet dat op één centrale locatie, zijn daar mooie voorbeelden van. En kun je eigenlijk heel efficiënt en kun je ook door innoveren als het gaat om kunstmestvervangers. Dan lukt op die kleine installaties ook wat moeilijker. Dus daar denken wij dat het toch wat naar grotere installaties gaat. En als je kijkt naar wat kan er in Nederland nou? Je ziet toch dat wij heel veel moeite hebben om met de huidige omvang te voldoen aan alles wat aan ons gevraagd wordt, zeg maar. En dan vind ik het jammer dat we in de afgelopen 4 jaar niet al die stoppers die er toch gestopt zijn, dat we daar veel meer gebruik van gemaakt hebben. Want we kunnen met die stoppers heel veel, zonder dat dat pijn doet bij de blijvers, kunnen we heel veel onze structuur aanpassen, zeg maar. En je ziet dat tot op de dag van vandaag eigenlijk nog niet gebeuren. En dat is wel jammer. Ja. Is dat ook je legt de bal misschien wel bij jezelf neer. Moet de Rabobank daar ook een actieve rol in spelen, vind jij, om die transitie te leiden? Nou, wij moeten zeker een actieve rol spelen om die transitie te faciliteren. Dus een ondernemer die wil innoveren met monovergister, een ondernemer die wil extensiveren met meer grond, een ondernemer die wil verplaatsen of verbreden, zeker. Ja. Maar wij kunnen niet de regisseur zijn van de omvang van de sector, want als daarvoor is het speelveld breder, zeg maar. Dus dat is, en het is ook niet aan ons om die omvang te regisseren. Het is een verwachting die wij hebben vanuit de ontwikkelingen die we zien en wat er op ons afkomt. Mag ik daar een vraag op stellen? Want ik spreek nog wel eens wat boerenondernemers in de omgeving en dat sommigen toch wel wat moeite mee hebben dat, zeg maar, het zogenaamde kaartje van Van der Wal, dat zou dan zogenaamd van tafel zijn, maar dat die bij de Rabobank, bij de financiers, adviseurs, zeg maar, die de financieringen moeten verstrekken, stiekem toch nog op tafel liggen. En zeker als je ooit het predicaat piekbelaster hebt gekregen, dat jij heel moeilijk nog een financiering bij de Rabobank kunt krijgen. Waarschijnlijk ook bij andere banken moeilijk, hoor, dat wil ik niet chargeren. Maar, het kaartje ligt bij ons niet op tafel.
het gesprek wat wij met ondernemers hebben is, wat verwacht jij in jouw gebied wat er moet gebeuren of wat er al gebeurt en welke opgaves dat er zijn en hoe jouw bedrijf daarin gaat passen en wat dat eventueel ook voor opgaves geeft. Dus dat gesprek hebben we wel met elkaar. We proberen verder te kijken dan het eigen erf en in het gebied, ondanks dat er nog niet overal gebiedsplannen liggen, want dat maakt het wel uitdagend. De gesprekken ook wat uitdagend. Maar dat is eigenlijk de opdracht die we onszelf hebben gesteld, om dat goede gesprek met die ondernemer te voeren. Welk gebied zitten we? Wat mag je hier nog verwachten? Wat betekent dat voor jou? En welke eventueel financieringsruimte of maatregelen moeten daar nog genomen worden? Ja, maar als je dan kijkt, dan zie je inderdaad ook dat ondernemers zelf de regie pakken. Is dat inderdaad beter dan afwachten tot de politieke besluitvorming genomen wordt? En de regie in welke voorbeelden? In de regie wat je zegt, hun eigen onderneming, passies in het gebied, welke maatregelen moeten ze nemen, is dat eigenlijk niet veel beter dan gewoon afwachten wat er in Den Haag beslist wordt? Zeker, want daar zijn we nu dus ook elke dag met elkaar mee bezig, om toch die stappen te zetten, zonder dat vaste kader wat we eerder gewend zijn en wat we eigenlijk wel graag zouden zien, gaan we toch met de kennis van nu proberen stappen voorwaarts te zetten met elkaar. Dus die ondernemer toch laten extensiveren, dus toch laten verplaatsen eventueel, toch laten verbreden, al die elementen. Ja. En intensivering, financieren jullie dat ook? Stel een boer zegt van, ik wil gewoon lekker intensief boeren. Ja, ik denk dat verdere intensivering, dat je daar wel even over na moet denken of je dat op dit moment doet. Er hangt toch nog een mogelijke GVE-norm boven de sector. Ik denk dat je daar reëel in moet zijn. Dat is niet een wens van ons aan zich, maar dat is wel wat we zien als je ook kijkt naar de gesprekken die zijn geweest rondom het landbouwakkoord. Dus daar zul je rekening mee moeten houden. En dan ligt een verdere intensivering niet meteen voor de hand. En jij, Arjan, zo'n GVE-norm, wat is jouw standpunt daarin vanuit Zuivel NL? Hebben jullie daar een standpunt over, bijvoorbeeld? Of juichen jullie dat toe? Dan is er misschien wel duidelijkheid. Ja. Kijk, er is al heel lange discussie over grondgewondheid, over GVE-norm. Ja. Uiteindelijk moet dat een politieke keus zijn als er een keus gemaakt moet worden. Want dan kom je zelf met de partijen niet uit. We praten er heel veel over binnen de partijen, binnen Zuivel NL, met DDB, NNV, LTO, NZO en de NEK. Er zijn nogal een hoop kleuren natuurlijk bij elkaar. Het zijn veel verschillende kleuren. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde achterban en dat zijn melkveehouders. Ja. En het is gewoon heel moeilijk om daar uit te komen. Ik denk wel dat je met elkaar een bepaalde richting in moet kijken van wat is wenselijk en wat is realistisch. En dat je niet overvallen moet worden dat de overheid opeens gaat zeggen zo doen we het. En ik denk dat er al voldoende over gesproken is dat de mogelijkheden genoeg zijn om gefaseerd een kant op te gaan. Alleen dat heb ook jaren nodig. Maar ik denk dat de politiek eerst keuzes moet gaan maken over kunstmestvervangers, ja, over vergunningverlening. En over hoe gaan we verder met het beleid rondom alle klimaatdoelen. En niet het eenzijdige beleid van de afgelopen 2 jaar. Want daar komen we er niet mee. De politiek zit naast je natuurlijk. Een stukje politiek. Ja, een stukje politiek. Ja, kijk, op papier is het natuurlijk fantastisch als iedereen grondgebonden is. Ik geloof dat Sharon Dijksma destijds al zei van alle boeren zouden grondgebonden moeten zijn. En de boeren die daarop geïnvesteerd hebben, voordat ze de stal voor uitbreiden en koeien erin hebben, die zijn de sjaak geweest toen in 2015 de boel op slot ging. Dus, maar ik denk dat via innovatie, zeker die organische mestvervangers, kunstmestvervangers, ja, dan heb je, mest wordt denk ik ooit nog een keer het tweede verkoopartikel van de boer. Kijk, en ook, er wordt over normen gesproken, de klimaatdoelen en de milieudoelen naar de boeren, maar sinds het rapport van Amsterdam weten we eigenlijk dat er geen piekbelasters meer zijn in Nederland. Tenminste rondom de Veluwe of in Gelderland. Op papier hebben we de 1803 volgens mevrouw Van der Wal. Maar door het rapport van Amsterdam, ik denk dat we er nog maar 50 of 100 over hebben die binnen die grens van die 500 meter zitten. Ja. Dus ik denk dat die verkiezingen voor 22 november heel belangrijk zijn. En dat we daar ook echt naar Brussel moeten. Want ik hoorde net ook water. Water wordt het nieuwe stikstof genoemd. Nou, ik heb het net even opgezocht. Er komt dat is gisteren uitgekomen van het CBS. Er komt ongeveer 1200 kilo glyfosaat in het oppervlaktewater per jaar. En hoeveel denken jullie dat daar van de landbouw komt? Ik heb geen idee, als ik eerlijk ben. 6%. 94% van het glyfosaat wat in het oppervlaktewater komt, komt vanuit de rioolzuiveringsinstallaties. Consumenten. En uit dat water is al voor 66% uitgehaald door de rioolzuivering. En zo kan ik nog een heel aantal
punten noemen waar de landbouw voor aangeslagen wordt. Maar als je er feitelijk naar kijkt, dat het iets minder strikt is als er beweerd wordt. Dus ik denk dat we ook af en toe terug moeten drukken. Dat is er natuurlijk de laatste jaren al wel gedaan. Maar er wordt wel heel makkelijk de bal naar de landbouw en de veehouderij gedrukt. De Zwarte Piet van jullie moet het maar oplossen. Ja. Want ook met de stikstofreductie, volgens mij heeft de landbouw al ongeveer bijna 70% gereduceerd. En dat kunnen we nog, via innovatie kan de landbouw nog heel veel. Hè? Ja. En nogmaals, ik maak me zorgen over 10 of 15 jaar waar wij ons voedsel vandaan halen. Maar ik hoop dat ik nog steeds mijn kaas en boter en vlees gewoon uit Nederland of dichtbij Nederland vandaan kunt halen. Maar dat gaan we ook zeker doen. Dat gaan we ook zeker doen. De vraag, het is wel, maar ik denk dat het wel reëel moet zijn of dat wij, of die omvang van die huidige omvang zo blijft. Als je kijkt bijvoorbeeld naar water, die kader richting water, hoe lang dat die al loopt, zeg maar, en hoe ver dat we nu zijn, en dat de derogatie voor gesneuveld is, wat we eigenlijk niemand had dat gewild, en is ook helemaal niet logisch eigenlijk om dat te doen. Had niet nodig geweest. Maar het gebeurt wel. En het volgende staat denk ik ook op stapel. Wat dat is, dat weet ik nog niet. Maar als er geen veranderingen zijn, dan komt het volgende ook aan onze kant. Zeg maar. Dus daar zijn gewoon echt stappen nodig om dat niet te laten gebeuren. Zoals dat nu zo vast zit op het gebied van stikstof. Dus ik denk dat we daar reëel als Nederland stappen in moeten zetten om dat wel dichter bij elkaar te krijgen, zeg maar. Zonder dat we steeds verder in een fuik aan het wandelen zijn. Daar ben ik mee eens. Maar als je kijkt dat het water al boven onze normen het land inkomt vanuit Duitsland en België, dan is het heel moeilijk om aan de eisen te voldoen. Dus wij hebben gegevens aan Brussel gegeven van hey, ons water is slecht. Aan de andere kant in Duitsland rapporteren ze dat het goed is. Dan hebben ze daar ook geen derogatie meer, dus dat is dan natuurlijk ook zo. Maar we moeten wel realistisch zijn. Maar zouden we daar een sector collectief in staat zijn om dat te bewerkstelligen? Of is dat met het landbouwcollectief en alle ideeën om de landbouwtafels een utopie? Zolang er natuurlijk niks echt feitelijk stappen gezet worden in Den Haag, zullen we wel stappen moeten zetten. En dan is het gewoon beginnen met elkaar. En zorgen dat de kringloopwijzers steeds beter worden. Zorgen dat de nitraatgehalte in de grond steeds beter wordt. Dat is het minste wat je kunt doen. Dus die activiteiten of die initiatieven die op dat gebied zijn, voort blijven zetten en nog meer initiëren. Want dat is het meeste wel. En of het voldoende is, dat gaan we later nog zien. Maar gaan we wel stappen zetten. Ja, de provincie Gelderland trouwens, die investeert ongeveer 64 miljoen, 8 miljoen per jaar in One Planet. En dat is, daar staat de BBB ook voor, meten is weten. Dat we echt gaan meten op water, op stikstof, ammoniak, hoe het nou werkelijk zit en daar beleid op voeren, zeg maar. Want Rink, jij bent politiek ingegaan om ook wat te kunnen doen aan de problemen. Nou, het kaartje van mevrouw Van der Wal heeft mij toen besluiten om... Ik stond op een onverkiesbare plek in de voorselectie en toen heb ik aangegeven van goh, ik wil nu niet meer aan de kant blijven zitten. En toen heb ik het geluk gehad dat ik de lijsttrekker mocht worden. En merk je dat je nu ook al invloed hebt, zeg maar? Dat je in Gelderland wat kunt bewerkstelligen wat misschien anders ten ongunste van de boer was beslist? Nou ja, politiek is ben ik inmiddels achter. Met een eigen bedrijf, als ik daar op maandagochtend om 10 uur een beslissing neem, dan zijn we 5 minuten later naar rechts gedraaid als de beslissing rechts was. In de politiek ben ik er al achter dat het helaas iets langer duurt voordat je die olietanker iets van rechts of links. En we drukken heel langzaam dat hij iets meer naar rechts gaat en iets minder naar links. Maar we krijgen hem de goede kant op. Het duurt wel iets langer. Het gaat wel langer duren als dat ik gehoopt heb en velen hier gehoopt zullen hebben. Maar het gaat ons lukken. Het gaat ons lukken. Je klinkt strijdbaar. Voordat we over de Tweede Kamerverkiezingen door gaan praten, misschien de afsluiting van dit blok. Jij pleit voor innovatie, hoor ik heel sterk uit je mond. Absoluut. Je hebt monovergissers. Je hebt via het voedingspoel, maar je moet uiteraard de koeien, de dieren goed blijven voeden. Maar je hebt ook niet het aanzuren van mest, maar via zout. Ja. Kun je al rond de 40-50% ammoniakreductie en een stuk methaanreductie realiseren. Dus ik denk dat wij via innovatie echt
alles op kunnen lossen. Ja, kom je wel uit bij... Maar goed, als je innovatie noemt, Rick, dan gaan een heleboel mensen uit het kritische publiek op de landbouw een scheef gezicht trekken. Want dat mag eigenlijk niet meer, innovatie in de sector. Nou ja, zonde. Volgens mij zijn al die mensen die kritiek hebben, ze gaan allemaal wel eens met het vliegtuig op vakantie. Dat is ook ooit een innovatie geweest. En ze gaan niet met paard en wagen naar het werk. Dus innovatie is wel degelijk werk. Nee, maar bedoel, hoe kan je van innovatie, zeg maar... want innovatie wordt gelijk gezet met joh, dat schaalvergroting, dat is nog meer uit zijn koe trekken, om het maar zo te zeggen. Terwijl het inderdaad ook heel veel voordelen kan brengen, ook ten gunste van de koe. Maar hoe kunnen we dat als landbouw, zeg maar, beter voor de dag leggen? Poeh, dat is een goede vraag. Kijk, op zich, schaalvergroting. Elke sector heeft zijn beperkingen. Of in fosfaatrechten, of in kippen. Die hebben ook een beperking, varkens hebben een beperking. Dus op zich dat daardoor meer wordt, dat is niet helemaal juist meer, omdat er een grens aan zit. Het is wel belangrijk dat de borging ervan en het acceptatie dat juridisch ook over de 3 of 4 of 5 jaar ook nog mag, daar moet hard aan gewerkt worden. En daar zie je echt wel stappen genomen worden. Alleen, ja, de dreun van de vloeren, die zit er nog wel in. En de angst bij de boeren van, ik heb 2 ton in de stal geïnvesteerd in vloeren die het goed zouden doen. Ja. Dan halen ze net dat laatste stukje misschien niet, maar ze vergeten wel dat ze wel een heel groot stuk wel doen. En ik denk dat we daar met meten, kan je wel aantonen wat er wel en niet gebeurt. En nu wordt alles op één hoop gegooid, juridisch, van toon maar aan wat het wel is. En er wordt hard aan gewerkt, alleen ben we een paar jaar verder. Want er zijn een aantal apparaten, Lely Sfeer, stikstofkraker, alleen die zijn prijzig. Merk jij, Marijn, dat boeren terughoudend zijn om te investeren erin? Dat ze zeggen van, nou, eerst maar eens de praktijk afwachten hoe zoiets zich bewijst. En dan zie ik wel. Nou, hoe zoiets zich bewijst. Technisch inderdaad, maar ook of het dat het juridisch houdbaar is, houdbaar is en de maatschappelijke oplossingen of pas binnen de oplossingen die men binnen de maatschappij zou willen inderdaad. Want je kunt dan snel investeren, maar het moet dan ook houdbaar zijn dat je weet dat je op die locatie met die techniek en die vergunning ook toekomstproof bent. En als het gaat om innovatie zou dat wat mij betreft ook nog wel wat meer aandacht mogen zijn voor de innovatie op managementmaatregelen, zeg maar. Dus minder misschien in het ijzer en in de techniek, maar gewoon de goede dingen goed doen. Net wat minder eiwit in het voer, hogere ruwvoerefficiëntie, minder jongvee, al dat soort zaken, dat snijdt op heel veel fronten. Dan snijdt het mes vaak aan 2 kanten, zowel aan de milieukundige kant als aan de economische kant. Alleen het zijn vaak wat softere maatregelen wellicht, die wat minder makkelijk te meten zijn wellicht. Ja, het blijft een uitdaging om dat te borgen, inderdaad. Maar daar zijn wel heel veel dingen mogelijk, zeg maar. Als je ziet binnen de koeien en kansen welke stappen dat daar gezet worden en wat er mogelijk is. En zij lopen ook wel af en toe tegen grenzen aan, maar we weten daarmee wel dat daar ook stappen te zetten zijn. Dus als het gaat om innovatie, zou ik altijd in 1 moeite door naast een technische oplossing ook wel een managementoplossing willen hebben. Zie je dat ook zo, Arjan? Ben je er enthousiast van? Ik denk wel dat we het nodig hebben om de sector in de benen te houden. Een stuk innovatie. Die managementmaatregelen, zeg maar voer, weidegang en water bij de mest. Nou, dat zijn stappen waar je gewoon ook nog stappen kan nemen. Dan heb je zo 20% misschien wel meer te pakken. Met toevoegingen waar ook de ontwikkelingen doorgaan aan mest of aan voer, zie je ook stappen gemaakt worden. Nou, dan heb je zo weer 10-15% te pakken. Ja. Alleen, dan moet de overheid ook wel op een gegeven moment een keer durven dat die borging via een kringloopwijzer of een afrekenbare stoffenbalans, dat dan ook geaccepteerd wordt. En een belastingdienst kan je ook niet 100% afdichten, maar wel 95% of nog meer. En zo moeten ze eigenlijk hier ook naartoe gaan kijken. Dus eigenlijk een pleidooi voor een betrouwbare overheid. Misschien is dat wel een mooi bruggetje naar ons laatste blok, de verkiezingen. Ik zie Rick lachen. Ja, ik heb nog wel meer dingen met een B die ik kan benoemen. Betaalbaar, betrouwbaar, beschikbaar. Zo kunnen we er nog wel een paar. Zo kunnen we even doorgaan. Als we naar woensdag 22 november gaan in onze agenda, dan staan de verkiezingen op stapel. Rick, ben je al campagne aan het voeren? Ik ben al aan het campagne voeren. We hebben al wat ledenbijeenkomsten gehad en weer wat borden geplaatst. Maar we hebben ook iets van bijna 50 kandidaten op de lijst staan die ook heel hard aan het werk gaan. En heb je verwachtingen, want jullie hebben natuurlijk mega goed gescoord in maart. Misschien is dat misschien wel onevenaatbaar, denk ik. Ik zou het heel mooi vinden als we dat weer bereiken. Kijk, je ziet dat Pieter Omtzigt vandaag gekomen is met zijn partijprogramma.
geloof dat het voor de landbouw niet allemaal even rooskleurig uitziet. Minder koeien hoorde ik ergens. Ja, ja nou, maar oké, hij zal daar zijn stemmen niet vandaan halen. Hij staat hoog in de peilingen, dus daar gaan wij zeker iets last van hebben. Ik denk dat wij nu op dit moment op 10, 12 zetels in de peiling staan. Dat is nog steeds een groei van 10, 12 zetels. Maar ik hoop toch wel zeker dat we de 15 plus en stiekem schrijven kunnen de start met een 2 op. Een 2 en een 0 of nog meer op. Maar 15 moet realistisch zijn. Dat moet realistisch zijn. Nou, als je zo kijkt, is 15 zetels is een uitnodiging voor een coalitie. Hè? Wat zei ze? Als je 15 zetels hebt, dan word je vrijwel zeker uitgenodigd om deel te nemen in een coalitie. Wij zijn de grootste partij in de Eerste Kamer. Ik denk dat wij als eerste overal uitgenodigd worden voor de coalitie. Stel, Arjan, jij zou iets bij het nieuwe kabinet onder de aandacht moeten brengen. Waar pleit jij voor als voorzitter van ZuiverNL? Voor duidelijkheid, voor praktische invulling van regelingen en voor een visie voor de komende 10, 15 jaar. En hoop je dan dat toch misschien een klein beetje politieke voorkeur je het over rechts of over links gaat? Ik kan het denk ik wel invullen, maar... Ja, ik zou me liever over rechts zien. Maar het gaat mij vooral om dat de partijen zich vinden en dat ze zich vanaf het begin ervan het belang van een goede agrarische sector in Nederland inzien. En specifiek voor de melkveehouderij, wat er de afgelopen 3 jaar gebeurd is, dat heeft zo'n impact op de gezinnen. Dat is echt heftig en daar moeten we heel gauw vanaf. Ja, de pasmelders, dat is eigenlijk schandalig dat nog steeds niet opgelost is. Ja. Daar moet de landelijke politiek zich enorm voor schamen. Want dat kan echt met een verordening opgelost worden, want er komt geen kilo extra stikstof dan. Dat is allemaal via het systeem ingeprijsd. Dus daar zou de BBB direct werk van maken? Daar zullen wij zeker werk van maken, ja. Maar goed, als je zo kijkt, de verkiezingen en daarna dan de formatie en dat soort zaken, dan ben je minstens nog een half jaar verder voordat er een kabinet staat. Die moet dan weer plannen gaan maken, dus voor je het weet. En dan kijk ik ook even naar Arjan, ben je weer een jaar verder? Ja, nou, ik denk dat dat ook goed is geweest na het landbouwakkoord, dat 7 primaire partijen met elkaar toch het een en ander op papier hebben gezet. Om ook aan de partijen te overhandigen. En dat is misschien wel wat hoog over, maar het geeft wel richting. En dat ze dat gezamenlijk gedaan hebben, dat is denk ik een goed teken. En daar moeten wij zelf vanuit ZuiverNL, maar ook vanuit alle partijen ook om blijven werken, dat we meer in de gezamenlijkheid doen. Want uiteindelijk gaat het om de melkveehouders in ons geval, die overblijven en die toekomst zien. En daar hoort zeker bij de jonge melkveehouders die nu afhaken omdat er geen perspectief is. Ja. En daar heb ik wel moeite mee. Van, dat is echt zonde, want dan heb je fanatieke jonge boeren en dan stoppen ze omdat ze denk ik ergens anders meer en makkelijker verdienen. En die ben je kwijt, hè, want die komen niet meer terug. Ja, want hoe optimistisch ben jij wat dat betreft? Ik ben wel heel optimistisch, want kijk, dat het aantal wat minder wordt, ja, dat gebeurt, maar is al jaren zo. Dat gebeurt bij de slagers, de bakkers en de supermarkten. En daar hoor je niemand over, maar nou ja, bij ons in het dorp is ook de laatste slager gestopt, zeg maar. En dat hakt er in zijn dorp in. En dan moeten we eigenlijk bij de melkveehouderij en bij de andere agrarische sectoren zien te voorkomen dat er wel overal wel... Ja, gewoon boeren blijven. Punt. Zolang er nog één slager is, dan kan hij het meeste goed doen, hè? Ja. De slager die erin hakt, dat is een mooie beeldspraak natuurlijk. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Jij, Marijn, ben jij eigenlijk een politiek dier? Een politiek dier? Nee, ik denk niet dat ik officieel kan zijn als een politiek dier misschien. Maar je volgt het denk ik wel. Wat zei je? Je volgt het denk ik wel. Ja, zeker. Natuurlijk. Natuurlijk volgen we het. Kijk, en als je kijkt wat is er belangrijk in de komende tijd. We hebben eigenlijk 2 uitdagingen in de melkveehouderij. Als het gaat om het ondernemersklimaat. Dus enerzijds... De onzekerheden die mij vooraf al werd aangegeven dat we dat een jaar geleden ook aangaven. Hè, van op welke locatie, met welke vergunning en welke techniek ben ik nou toekomstproef en kan ik vooruit? Dus wat kan er op die locatie? De andere uitdaging is het opbrengen van gewoon de rentabiliteit op dit moment. Als je kijkt naar mestkosten, melkprijzen en rente. Nou, dat laatste kan de politiek niet oplossen. Hè. Dat is een marktvraagstuk. Ja. Maar het zou wel heel erg helpen als er aan de andere kant wel wat duidelijkheid komt. Ook voor ons, zeg maar, niet voor ons eigenlijk zelf, maar meer voor onze klanten. Ja. Dat zij weten wat er op die locatie nou mogelijk is. Want dat is echt die grote onzekerheid waar de klanten mee worstelen en dus wij ook. Dat is die zoektocht die zou wel eens iets minder mogen zijn. En daar horen ook de pasmelders bij, waar we al 4 jaar mee onderweg zijn, zeg maar. Dus, wat is er nu een standstill? Kun je dat zo stellen? Qua nou, investeringen? Niet in zijn algemeenheid, maar wel op sommige deelaspecten, zeg maar. Kijk, er worden nog elke dag bedrijfsovernames gefinancierd, grond, robots en dat soort zaken. Maar als je het echt over strategische investeringen hebt, van het bouwen van stallen, dat soort zaken, dan zie je wel min of meer een standstill op dit moment.
als gevolg van die onzekerheid van op welke locatie kan dat nu. Kijk, we kunnen nu heel snel een stal van 200 koeien in een gebied bouwen. Als het gebiedsplan blijkt dat daar niet de juiste locatie is of dat het toch op een andere manier moet, ja, dan is dat niet het meest logische geweest. Dus stel, er komt een nieuw kabinet die heel veel duidelijkheid verschaft, dan kan er ook nog maar eens een behoorlijke bubs werk voor jullie aan zitten te komen. Met allerlei plannen die moeten worden uitgewerkt. Het zal misschien te wensen zijn. Dat zou zomaar kunnen. Hoe meer duidelijkheid, hoe makkelijker dat het voor ons werk is. En ook hoe makkelijker dat de ondernemers naar ons toe komen, inderdaad. Erik, heb jij nog een laatste vraag? Want we zijn bijna... Nou ja, de mooie slotvraag is natuurlijk. Ons thema is Nederland Zuiverland in 2035. Dan hebben we het over een kleine 12 jaar. Wat wens je de melkveehouder die dan boert, en dan lopen we jullie alle drie even af, wat wens je hem dan toe? Rust en vertrouwen in de toekomst. Dat is een korte krachtige Rick. Arjan? Een mooi bedrijf waarmee ze verder kunnen, waar ze generaties mee verder kunnen. En waar ze ook een mooie boterham verdienen. En dan continu. En niet 1 jaar en dan weer een paar jaar niet. Gewoon precies. Continu, mooi rendement. En dan voor de hele keten. Stabiliteit eigenlijk, ja. En naast voldoende rendement ook een bedrijfsopzet die maatschappelijk geaccepteerd wordt, waardoor de druk op de bedrijven en op de sector ook in normale proporties is, zeg maar, waardoor er gewoon ondernomen kan worden. Ja, ik denk dat het een mooie samenvatting is, Wouter. Ik wou zeggen, want we hebben behoorlijk wat dingen de revue laten passeren. Veel onzekerheden, dat kunnen we denk ik wel stellen. Ook veel optimisme wel aan tafel. Zeker bij Rick als politicus. Maar ook de anderen zien het nog wel glimmen gelukkig. Dus dat is op zich hartstikke mooi. Nou, ik denk dat we misschien één ding toevoegen. Want je noemde net veel onzeker. Maar ik denk dat één onzekerheid eigenlijk nooit een onzekerheid mag worden. En dat is voedselzekerheid. En precies. Ik denk dat we hebben dat net even niet genoemd, maar ik denk dat het wel belangrijk is om te onderstrepen dat zeker nu en zeker over 12 jaar, als je al de ontwikkelingen zo ziet die jullie ook schetsen, dat misschien wel lang geen vanzelfsprekendheid meer kan zijn. Nou ja, dus als je kijkt naar het hele klimaatverhaal, dan moeten we werken aan klimaatadaptatie. En dan zou je zeggen dat juist in Nederland en Noordwest-Europa, daar moet het voedsel straks vandaan komen. Want ze zeggen dat vanuit Parijs... onder Parijs het steeds moeilijker wordt om te boeren. Dus ik denk dat we heel, heel erg zuinig moeten zijn op onze boeren, landbouwers, veehouders en vooral onze grond. Dus maar dat is wel een jonge boer, is het eigenlijk geweldig nieuws natuurlijk, als je het zo schetst. Ja, de vraag naar voedsel zal zeker blijven, dus er is zeker een markt. Het is de uitdaging om dat op de goede bedrijfsopzet te doen, waar die past bij de omgeving, bij de locatie, maar ook bij de markt waar je voor produceert, dat er ook voldoende waardering is voor die voedsel. En daar zit nog wel een ding. Wij zouden eigenlijk ook graag zien dat er meer true pricing komt, zeg maar. Dat dus de verduurzamingsslag die gewenst en noodzakelijk is om in Nederland te kunnen blijven produceren op deze manier, dat die ook in de waardering terug zou komen. Nou, dat wordt een Europees vraagstuk. Dat gaan we ook 22 november niet meteen oplossen, denk ik. Nee. Maar het is wel een hele belangrijke om daarmee ook een economische toekomst te houden met elkaar. Als ik het even plat vertaal, rinkelende euro's tegenover de prestatie die geleverd wordt. Ja, en dat dat ook past bij de belasting. Of dat je dus een prijs krijgt die aansluit bij wat er voor gedaan moet worden. Dat een asperge uit Peru anders geprijsd wordt als een asperge uit Nederland bijvoorbeeld, als je het over true pricing hebt. Maar, ja, anders. En wat er beter en welke duurder is of goedkoper, dat weet ik niet. Ligt eraan welke elementen dat erin zitten. Hier zou je misschien moeten verwarmen en daar moet je hem transporteren. Ik ken de ins en outs niet, maar wel dat daar een afweging in zit. Maar ik hoor over de volle breedte meer waardering op alle fronten voor de boer. En ik denk dat dat een mooi slotakkoord is, Wouter. Ik wou zeggen, we gaan hem afronden. Aan tafel zaten Arjan Schimmel, voorzitter van ZuiverNL, Rick Loetes, Trigona Dairy Trade en ook voorman BBB Gelderland en Marijn Dekkers van de Rabobank. Heren, dank. En ook Erik de Leijster, hartelijk dank. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ook bedankt.